Of je nou 89 minuten die ballen de tribune in schiet en in de 90ste minuut een doelpunt maakt en wint, dan ja, dat maakt voor mij op dit moment niet zoveel uit. Ik wil gewoon de play-offs halen en ja, als het op deze manier gaat, dan maar op deze manier. Maar goed, het gaat erom dat je gewoon wedstrijden wint in plaats van gelijk spelen. Kijk, op het moment dat je 3 wedstrijden gelijk speelt, dan ziet het er soms aardig uit. Maar je kunt er beter 2 winnen van de 3, want dan heb je de 6, heb je er ook 3 meer. Dan weet je misschien, als ze winnen bijvoorbeeld, dat het misschien kan blijven staan. Dus ja, dat is wel frustrerend. Maar op dit moment gaat het niet om Randy, maar gaat het om het team. En dat is het belangrijkste op dit moment. Ja, in principe probeer ik altijd zo min mogelijk te wijzigen op het moment dat het loopt en het staat en je gaat overwinning. Dan moet je ze ook vertrouwen geven, vind ik. Het is niet alleen dat Overtoom wat gelacht heeft. Dat ze even afwachten hoe die erin staat richting morgen. Dus misschien starten er dan weer andere 11 als afgelopen maandag. Het is al een beetje een vreemde periode geweest. Vorige week natuurlijk Jack de Gier weg. Ja, nee, absoluut. Het kwam niet als een verrassing. Hij wist dat ze, of althans, ze stonden natuurlijk wel onder druk vanaf de winterstop eigenlijk. En dan is het frustrerend dat je het niet met z'n allen hebt af kunnen maken en überhaupt een goed seizoen ervan hebt kunnen maken. Maar veel downs en een beetje ups, zeg maar. En, terwijl je eigenlijk wil je veel ups hebben. En dan nu nog ineens aan het einde een enorme up, dat zou het zijn, hè? Ja, nee, absoluut. Dat zou zeker fantastisch zijn. En, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Er zijn zoveel voorbeelden van dat het op deze manier kan. En waarom zou dat bij ons niet lukken?